Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Mirjam Bikker vindt dat de regering meer waardering mag uitspreken voor de rol van kerken in de maatschappij. Ze vindt dat de overheid de kerken en andere religieuze organisaties de ruimte moet blijven geven om hun werk te doen. Aan tafel Boudewien Krikke, zij is voorzitter van het Christelijk Noodhulpfonds Apeldoorn. Goedenavond, mevrouw Krikke. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Wat vindt u van die stelling van mevrouw Bikker? Nou, daar zit wel veel waarheid in. Ja. Ik denk ook inderdaad dat de rol van de kerken bij de politiek soms onderbelicht is. Hmm. Toch zou je kunnen zeggen, de politiek is verantwoordelijk voor haar burgers die in het land wonen. Dat klopt. En waarom moet de kerk daarbij betrokken worden? Nou, omdat er ongelooflijk veel goed gedaan wordt vanuit de kerk. En laten we eerlijk zijn, onze samenleving kan niet leven zonder vrijwilligers. Hmm. En het werk wat gebeurt vanuit de kerken is grotendeels alleen door vrijwilligers. Ja. En vindt u die waardering waar mevrouw Bikker het over heeft, vindt u dat die er voldoende is vanuit de overheid? Of zou dat een onsje meer kunnen? Nou, ik vind wel dat er steeds meer waardering komt, laat ik het zo zeggen. Hmm. Als ik een jaar of 25 terugkijk, dan was er een hele strenge scheiding tussen staat en kerk. Ja. Kerk en staat. En dat vind ik nu wel wat veranderd. Hmm. Ik vind wel dat daar meer oog voor is. Ja. Ja. U bent van het Christelijk Noodhulpfonds Apeldoorn. Vertel eens wat u doet. Het Christelijk Noodfonds is een diaconale samenwerking van ongeveer 15 kerken met een aantal vrienden. Ja. Die 15 kerken hebben besloten om samen een diaconale pot te maken, zeg maar. Zij verplichten zich per jaar om een bepaalde bijdrage te doen. Dat is vrijwillig. Elke kerk mag dat zelf bepalen, want de ene kerk is groter dan de andere. Mm-hmm. En vanuit dat fonds gaan wij hulp verlenen aan alle inwoners van Apeldoorn. Je hoeft dus niet bij een kerk aangesloten te zijn om hulp bij ons te vragen. Nee, want u zegt u wordt gevoed door diaconieën. Ja. Ik zeg dan, ja, die hebben toch hun eigen taak? Ja, die hebben ze ook en dat doen ze ook. Maar dat doen ze vaak alleen voor hun eigen mensen. Okay. In hun eigen kerken. Ja. En, maar soms is een hulpvraag ook wel ingewikkeld. En als een diaken dan denkt, kan ik hiermee uit de voeten met deze vraag, dan kunnen ze hem ook naar ons doen. Oké. Okay. En die mensen geeft u dan geld? Of op welke manier steunt u? Nou, het Christelijk Noodfonds Apeldoorn heeft twee poten. Dat is de goederenbank en dat is de hulpverlening. Ja. En de hulpverlening bestaat uit het geven van een gift. Bestaat uit het geven van een renteloze lening. Mm-hmm. De goederenbank geeft dus spullen. Kerkmensen bellen ons en zeggen, we hebben nog een goede stoel, we hebben nog een goede tafel. En de coördinator van de goederenbank bekijkt dan of dat iets is voor onze organisatie. En dan worden die zaken gelijk verdeeld. Oké, die gematcht met elkaar. Ja? Ja. 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 Hoeveel mensen helpt u op dit moment? Ongeveer 100 mensen en dan heb ik niet de aanvragen van de goederenbank daarbij gerekend. Nee. En we werken nauw samen met de kringloop van de Hofstad. Lokale kringloop. Een lokale kringloop, want je moet natuurlijk ook opslagruimte hebben en je moet showers hebben en je moet van alles en nog wat hebben om dit rond te kunnen breien. Ja, nou wil ik uw werk niet bagatelliseren, maar 100 mensen op een stad van 160.000 inwoners is niet veel. Nee, dus men mag ook nog meer komen. Ja, want is dit voor mensen ook dat schaamte, dat ze niet bij u durven komen? Ja. Heel veel mensen komen bij ons omdat ze in de hulpverlening bij een andere hulpverleningsinstantie zitten. Wij werken nauw samen met het Leger des Heils en met Steamens. En nou, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken als wij werken samen met alle maatschappelijke organisaties. Mm-hmm. We kijken ook eerst wie kan wat doen voor deze cliënt. Ja. Want het zijn altijd cliënten die buiten de boot vallen. Die dus niet gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen. Want uiteindelijk, armoedebestrijding is een taak van de gemeente. Kerken zijn alleen hulpverleners, hulpgevers, waar geen helper meer is. Nou ja, u slaat de spijker op de kop. U zegt armoedebeleid is een taak van de overheid, landelijk lokaal. Ja. Maar dat vindt die overheid wel prima dat u die rol overneemt. Nou, dat denk ik ook wel dat ze dat goed vinden. Ja. En wij doen dat ook in nauw overleg met de gemeente. Ik bedoel, het is niet zo dat wij twee aparte hulpverlenende instanties zijn. Nee, we proberen zoveel mogelijk samen te werken met alles wat er aan hulpverlening in Apeldoorn is. En dat is heel veel. Ja. En hoe voorkomt u dat er kaf onder het koren zit? Dat mensen bij u aankloppen en denken, nou,
Daar kan ik mooi wat halen. Ja, wij hebben een professionele intaker. Ja. Of twee zelfs. En die gaan hun de financiële situatie van een cliënt bekijken. Die bekijken ook de mogelijkheden die er zijn. Die bekijken ook, is er een andere voorziening, een gemeentelijke voorziening die hierin kan voorzien. En dan sturen zij hun hulp, hun formulier naar een beoordelingscommissie. En die bepalen dan, dit wordt een gift, dit wordt een lening of iets anders. Ja. Het is dus transparant en afgedekt. Ja, en wij hopen dus altijd, of wij willen eigenlijk alleen giften geven als het echt niet anders kan. Ja. Want uiteindelijk moet je een mens leren vissen in plaats van dat je een vis geeft. Dat is een hele mooie stelling. Dus. Ja, geef ze een hengel en leer ze vissen. Precies, ja. Wij leren ze dan vissen. Dus wij zeggen ook heel vaak, we werken nou samen met schuldhulpmaatjes. Ja. Dus als er echt problemen zijn in een financiering, ga dan wel met schuldhulpmaatjes in contact. Ja. Of met iemand anders die dit gaat doen. Dus wij proberen zoveel mogelijk mensen ook structureel verder te helpen. Terwijl onze uitgifte natuurlijk alleen maar, hoe noem je dat? Niet structureel, maar incidenteel. Incidenteel. Ja. Komt moeilijk woord, ik vind. Nou zei u, dit leunt allemaal op vrijwilligers. Ja. Wij constateren, dat is geen geheim, dat we vergrijzen in Nederland met z'n allen, ook de kerken. Ja. Dus er komt een tijd dat die vrijwilligers er niet meer zijn. Ja. Wat dan? Ja, dat is een groot probleem. En dat is ook een grote zorg. Ik bedoel, als je nu kijkt naar alle jonge gezinnen, dan zie je gewoon dat ze het allemaal ontzettend druk hebben en veel minder doen aan vrijwilligerswerk dan wij in onze jeugd dat deden. Dat is dus het is nu al gaande eigenlijk? Het is nu al gaande. Kijk, het is niet bij alle kerken even sterk. Mm. Als ik even kijk naar bij ons naar de Fontein, dat is ook een kerkelijk gemeenschap van heel veel jonge gezinnen in een jonge wijk. Mm-hmm. En die zich heel actief inzetten voor de kerk. Maar als je alle kerken in Apeldoorn goed bekijkt, dan zie je dat de vergrijzing bij elke kerk een groot probleem is. Ja, is er iets te doen om dat tij te keren? Ja, als ik dat zou weten, dan zou iedereen mij met... Ja, ze kiept met de gouden eieren natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik zou het niet weten. Nee. En, het is natuurlijk een gegeven in onze samenleving dat wij vergrijzen. Ja. En het is een gegeven dat de kerkgang terugloopt. En zeker na de coronacrisis is er natuurlijk ook... Ja, nog eens een keer een extra schepje daarbovenop gekomen. Ja. En nu met de energiecrisis, mensen hebben genoeg aan zichzelf. Precies, het is natuurlijk een hele lastige tijd. Ja. Dat laat onverlet dat wij klaarstaan. Als mensen een hulpvraag hebben, ze kunnen bij ons vrij binnenlopen op maandagmorgen in de herberg. Mm. De herberg is ook een prachtig initiatief waar thuis en daklozen 's middags terecht kunnen en ook voor een maaltijd eventueel. Dus wat dat betreft, de kerk doet ook heel veel. Mm. En als ik kijk naar mijn eigen kerk, dan zie je gewoon ook dat daar gekookt wordt voor mensen die alleenstaand zijn. Er gebeurt ongelooflijk veel aan vrijwilligerswerk vanuit kerken. Ja. Ik denk als al die vrijwilligers zouden zeggen van we stoppen ermee, dat de helft van de samenleving in zou vallen. Ja. In elkaar zou storten. Nou is het niet zo dat alleen kerkelijke mensen... Nee, er zijn meerdere mensen die ja, natuurlijk vrijwilligers zijn. Dat is onzin om te denken dat alleen de kerken het doen. Maar het zijn wel heel veel mensen vanuit de kerk. Nou, u zegt eigenlijk laten we jongeren oproepen om toch de hand uit de mouwen te steken en die rol over te nemen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. En soms is het ook zo, hoor. Soms zie je ook nog wel van die oplevingen dat je echt denkt van, ach, geweldig dat ze dat doen. Ja, dus ze zijn er wel. Ze zijn er wel, ja. Ja. We gaan het zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Dank voor uw toelichting, Bouwien Krikke. Prachtig.